Ja, we hebben nou het hele verhaal van Joe Marker in scènes opgedeeld. We weten wat er op ongeveer elke pagina moet gebeuren. Dan gaan we nou weer helemaal overnieuw beginnen. Want we gaan de scènes uitwerken. Wat heb je? Een pagina. Pagina 1. Mm-hmm. Zo ziet het eruit. En dan kiezen we voor 4 stroken, hè? Ja. Je kan ook 3 nemen, maar wij kiezen voor 4. Dat is meer werk, dat doen wij. Precies. En we weten waar de cliffhanger zit. Het einde weten we. Goed. Nou, we weten het begin eigenlijk ook. Joe zit in zijn kantoortje. Ja, neem ik een lekker grote plaat voor. Dan kun je het kantoortje lekker goed zien. Ja, dat je even ziet waar hij zijn dagen doorbrengt. Ja, hier zit hij. Hij heeft altijd zijn regenjas aan, hè? Sowieso. Of je nou binnen zit of buiten. Ja, in bad. Maakt niet uit. Het is ook een regenjas, maakt niet uit. In zijn kantoortje met de boerendeurtjes. En bij hem zit de klant al. Gehaakte luxe flex. Klant kies ik voor een dame. Een boerinnetje, ja natuurlijk. En waarvoor is ze er? Wat is de reden van haar bezoek? Zij is bij hem vanwege de ontvoering van haar prijsvarken Knorrie. Oeh, misdaad van het jaar. Mm-hmm. Goed, dan zegt ze hier, heeft u mijn prijsvarken al gevonden? Oké? Okay? Inderdaad. Inderdaad, mevrouw. Ja. Dan gaat ze helemaal in de stress, hè? Waar? Smekend. Maar zeg mij dan toch. Hoe is het met hem? Zou het te veel zijn? Volgens mij moet hij meteen nu. Ja, het wordt te dramatisch, hè? Zo. Het is maar een klein scènetje. Hij moet nu meteen met dat blik omhoog komen, hè? Dit plaatje geldt niet meer. Dit plaatje wordt het. Het werkt gewoon beter als je lekker snel ermee komt. Ja. Een blik cornetbeef. Schok-effect. Een blik pork. Een cornetbeef vind ik leuker. Cornetbeef is volgens mij van koeien. Pork is varkensvlees. Oké. Okay. Jij bent vegetariër natuurlijk. Pork is ook korter, dat kun je makkelijker op dat blik schrijven. Ja, zet erop. Zie hier! Nou, ze schrikt zich dood. Schrikt zich dood. Knorrie! Knorrie! Zo. Pork, hè? Pork. Zo, en is ze helemaal overmand door verdriet. Ligt ze zo uit te huilen. Terwijl, terwijl Jody komt met de rest van Knorrie, zo, weet je wel? Nou, dan ben je wel heel snel klaar. Dat we even verder even uitspelen. Ja. Volgens mij moet ze gewoon niet geloven. Ja. Oh ja, kan iedereen. Het kan elk varken zijn. Kan elk varken wel zijn. Wie zegt mij dat mijn Knorrie erin zit? Dit geldt weer niet. Zo. Nieuwe ruimte, nieuwe kansen. Goed. Wie zegt mij? Hier zit hij. Wie zegt mij dat het Knorrie is? Jo, onverstoorbaar als altijd. Staat u mij toe? Staat u mij toe? Ja, oh, ik weet wel welke waar je naartoe wil. Pak die een blikopener. Ja. Krik, krak, krik, krak. Blik openmaken. En wat komt eruit? Wat denk jij dat daaruit komt? De medaille van Knorrie het prijsvarken. Eerste prijs. Op de varkensshow. Ja, nu is er geen twijfel meer mogelijk. Knorrie! Knorrie. Zo. Het is overtuigd. En dan is ze overmand door verdriet. En gebroken. Ja, nou komen we mooi uit. Kijk. Hier ligt ze weer. En komt hij hier met de rest van Knorrie aan. Ja. 500 blikken pork. Ik heb de hele Knorrie kunnen traceren, mevrouw. 499 van de 500 heb ik kunnen traceren. De rest heb ik opgegeten. Als lunch. Goed, ja, okay. Maakt nog niet veel uit wat de tekst is. Maar we komen wel goed uit zo. Dat zie ik nu al. Ja, want hier hebben we nog een grote plaat over. Zo, waar we die boerin kunnen weg laten lopen. Mm-hmm. Met een kruiwagen vol met blikjes pork. Zeker, geen corned beef. En dan zie je hier het huis van buitenaf van Joe. En die staat erna te kijken zo. Ja, dat is lekker. Lekker even naar buiten. Even wat ruimte. Kan die even mijmeren. Ook einde van de scène eigenlijk. Hoe slecht de mens is en zo. En dan komt hier, hier zie je al de postbode aankomen. Met een pakje. Ze komen er precies mooi uit, zie je dat? Ja. Bestelling voor Mr. Marker. Ja. Aannemen. En dan heeft hij hier het pakje opengemaakt. En er zit een mest in. Een doos met poep. Zo. Zo?
Nou, deze scène is helemaal klaar. En zo kun je alle volgende scènes gaan doen natuurlijk. Ja, en dan weet ik wel. Je zegt natuurlijk, moet ik nou dat hele verhaal gaan uitschrijven? Ik wil gewoon lekker gaan tekenen. Het is een leuke scène. Ja, dat snap ik ook wel. En ik heb er eigenlijk ook zin in. Maar het beste is om het hele verhaal eerst helemaal zo uit te schrijven. Dan kom je nooit in de problemen. Zeker. Zo. We hebben alle scènes uitgewerkt. En hier hangt de hele strip in ruwe schets. Je kan de scènes nog herkennen. Hier is de introductiescène. Met het pakje mest wat aankomt. Dan gaat hij naar boer Jansen. En dan ziet hij het mestoverschot en de ene koe. En dan via de veemarkt en de informant belandt hij bij de buurman met de koeienkoppen uit de muur. Hier gaat hij op de uitkijk zitten. En dan ziet hij de stier in actie. Hier komt alle mest uit een klepje opzij. Nou, dan is het eenvoudig voor hem om verder de zaak op te lossen. Op het eind zit de buurman in de gevangenis, bovenop een hoop mest. Pagina 1. Je meent het. Is klaar. Jeetje, Mina. Dat is snel. Wat zeg je ervan? Ja, hij is prachtig, maar hij lijkt niet echt op het scenario, de tekeningen erop. Hè? Nee, nou, dit plaatje in het scenario, nou, dat is dit plaatje geworden. Daar heb ik gewoon wat aangekleed. Hè? Je moet zijn kantoor nu goed zien, gezellig, allerlei spulletjes. Verder lijkt hij toch, volgt hij wel vrij aardig, hoor. Maar alleen hier bijvoorbeeld, hier heb je Joe Marker die het blik openmaakt met een blikopener. Nou, hier is het plaatje wat ik getekend heb. Dat is gewoon een close shot, close-up van het blik wat open gaat. Ja, dat is belangrijk. Ja, dat is belangrijk hier. Prachtig, hoor. Leuk, hè? Joe Marker. Plattelands detective. Tja, het is gelukt. We hebben een strip gemaakt. Het eindstation is bereikt. Klaar. Zet de tv uit en ga strips maken. Ja, wacht even. We zijn één ding vergeten. Lasers. Een strip heeft lasers nodig. Ja, een strip heeft lasers nodig. Dus je kunt met je strip naar het buurtkrantje gaan natuurlijk. Of naar de sportkrant. Of naar het suffertje in de buurt. Nou, en Joe Marker, hier. Die kan in blad over land- en tuinbouw. Nee, we maken ons eigen tijdschrift. Een eigen blaadje, man. Eigen blaadje. Ja, dat is leuk. Dat doen we. Strip en Cartoon Magazine. Yes. Met in de hoofdrol Joe Marker. Wacht, en dan kunnen we nog... Hier is de psychiater, die kunnen we ook nog gebruiken. Daar een heleboel van. Oké. Kijk hier, psychiater erin. Zo. En dan interview ik jou. Goed, oké. Interview met Hanko Kolk. Vraag maar op. Wat vind je van dieren? Nou, ik vind... Hou je mond maar. Het is allemaal veel te ingewikkeld. Hanko Kolk, ik schop mijn hond. Huh? Oké. Dat is helemaal niet waar. Waarom ik mijn sokken nooit verschoon. Al fijn, nou goed. Zo. Ik heb alweer een nieuwe hoofdfiguur ontworpen. Oh, wat heb jij veel te vertellen. Een langdradig type. Bla, 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 bla. Zo. Hij is het. Hey. Het eerste nummer. Is hij mooi? Hij is schitterend. Maar gaan gelijk door, hè. Wilt u het cursusboek van strip- en cartoontekenen bestellen? Bel dan tijdens kantooruren 030 946 946.